Dit weekend is het Pasen. Oh, kut. Klinkt heel goor. Is het ook. De crème de la crème. Fabergé-eieren. Oh, nee. Nou. Nee. Oh my god, ja, dit is zo vet. Dit is echt vreselijk. Hij is echt helemaal gebroken. Motherfuckers wanna get famous. Bus guns again. Dangerous. Graduated from Cambridge, yeah. Money talks and dit weekend is het Pasen en ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar bij mij is inmiddels eerste en tweede paasdag een soort eerste en tweede kerstdag geworden. De hele familie wordt uitgerukt en er wordt enorm veel gevroten. Pasen is natuurlijk ook echt een feest van knutselen, hè? Iedereen knutselt zich helemaal in honger. Paasstakken versieren, papier-mâché de paashaas. En vandaag lijkt het me dan ook een fantastisch idee eitjes te gaan versieren. Maar ik wil er niet zomaar gewoon een geknutseld eitje van maken. Nee, ik ga wel echt voor de crème de la crème. Ik zat meer te denken aan Fabergé-eieren. Voor de mensen die niet weten wat Fabergé-eieren zijn, dat zijn echt moeilijk dure eieren. Stuk voor stuk kunstwerkjes en daarom zijn ze zo knetterduur. En daarom leek het mij een goed idee om die zelf te gaan maken. Mocht je nou enorm van paasknutsels houden, check dan vooral even het YouTube-kanaal van Zeppelin. Want ik mag daar samen met de meest fantastische kinderkunstenaars hele leuke paasknutsels maken. En mochten deze video's die ik maak nou soms een beetje te ingewikkeld voor je zijn, de kinderknutsels zijn voor alle leeftijden. Nou, niet voor alle leeftijden. Ja, je moet er toch ook nog wel iets voor kunnen. Verder wou ik nog even met jullie delen dat ik echt ontzettend verheugd ben dat ik naar de 10k ga. 10k abonnees. Niet normaal. Ik ben er ontzettend blij mee dat jullie mijn video's zo ontzettend kunnen waarderen en dat jullie lekker allemaal aan het creabea zijn. Mocht je nou wel mijn video's kijken, maar nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan even. Druk gewoon even op die knop. Want dan kunnen we samen naar de 10k. Nou, ik denk dat het tijd is om te gaan vreubelen. Oh, ik zit helemaal lekker in de crea-termen vandaag, merk ik alweer. Ik ga vandaag dus Fabergé-eieren maken. En ik heb daarvoor hele speciale eieren. Dit zijn namelijk de eitjes van de kippen van mijn broer. En die leggen de meest schattige eitjes. Kijk nou hoe cute. Oh, kut. Vorig jaar ben ik mezelf ook al te buiten gegaan met het eieren versieren. Maar toen heb ik het niet op YouTube gezet. Toen heb ik dit gemaakt. Dit is ook van een eitje van mijn broer. Versierd met hele leuke roosjes. En waarom ik dit eitje nou nog steeds heb, terwijl het een jaar geleden is dat ik hem geschilderd heb, is omdat ik het eitje heb uitgeblazen. Klinkt heel goor. Is het ook. Dan kan je dus een ei forever bewaren. Dit vind ik wel weer echt een ontzettende trash queen onderdeel. Want wat doe je normaal gesproken met eierschillen? Helemaal niks. En nu gaan we er heuse Fabergé eieren van maken. Voordat we de eieren gaan versieren, gaan we ze dus uitblazen. Aan de boven- en de onderkant ga ik een gaatje prikken, zodat ik erin kan blazen. Ik druk gewoon met mijn naald hier een gaatje in. En dan wiebel ik een klein beetje met mijn naald rond, om het gaatje ook wat groter te maken. Ik heb ongeveer zo'n gaatje gemaakt. Dan doe ik even mijn vinger op het gaatje en draai ik mijn eitje om. En dan prik ik daar ook een gaatje. Ga ik ook weer een beetje met mijn naald heen en weer draaien, zodat het gaatje ook weer wat groter wordt. Als je de gaatjes in je eieren geprikt hebt, dan kun je hem gaan uitblazen. En dat doen we als volgt. Klinkt heel goor. Is het ook. Als je je eieren hebt uitgeblazen, dan blijf je natuurlijk over met deze heerlijke eierdrap. Ik zou het niet misschien voor de hele familie bij de paasbrunch voorschotelen. Maar ik ga er straks tijdens de lunch even lekkere scrambled eggs voor mezelf van maken. Voor het maken van een Fabergé-ei heb je natuurlijk ook weer bepaalde dingen nodig. Zo gebruik ik verschillende soorten penseeltjes, verf en gebruik ik even een bordje om de verf op te mengen. Het leek me eigenlijk wel leuk om voor mijn eerste Fabergé-ei ook een beetje een duur ei te maken. Dus zat ik te denken aan een ei met een leuk Louis Vuitton printje. Leek me hartstikke leuk. Ik heb hier natuurlijk mijn perfect uitgeblazen ei. Ik denk dat ik hem ga beginnen met gewoon helemaal bruin verven. Ik ga beginnen aan mijn volgende eitje. En ik heb hier een vrij ambitieus plan voor. Ik vind dit eigenlijk zulke mooie elegante eitjes. Het lijkt wel porselein. En daarom lijkt het me leuk om één eitje te versieren met een leuk Delfts blauw printje. Vrij ambitieus, want ik weet niet of ik dat ook in de vingers heb. Maar we gaan het gewoon proberen. Oké, ik denk dat hij eerst moet drogen. Oh my god. Wat een verademing. Ben je nou niet helemaal van dit gepriegelwerk en vind je verf ook vaak veel gedoe? Dan heb ik nog een hele handige DIY eiertip. Namelijk de Magic Eierversiermolen. Dit is dus een apparaat waar je echt super makkelijk je eieren mee kan versieren. Er zitten al stiften bij in verschillende kleuren. Je legt er even een eitje in. Zo. Doe hem dicht. Dan zet je hem aan. Dan gaat je eitje draaien, pak je stiftje en dan kan je dus hele precieze lijntjes trekken.
Dit is natuurlijk echt mega handig. Kijk, in een handomdraai natuurlijk een perfect getekend eitje. Voor mijn volgende ei ga ik een trucje proberen. Ik heb dit trucje nog nooit gedaan, maar ik heb dit op het internet gezien. En ik hoop dat het werkt. Je hebt hier een aantal dingen voor nodig. Namelijk scheerschuim, iets van kleurstof en een satéprikker. Het idee is dat je wat scheerschuim op een bordje doet. Dan pak je wat kleurstof. Ik doe wat drupjes blauw erop. Nog een drupje. Drupje rood. Oeh. Dat was heel veel geel. Ik ben heel benieuwd naar dit. Als je de kleurstof op het scheerschuim hebt gedaan, dan pak je de satéprikker en ga je door het scheerschuim heen. En op die manier krijg je een soort van patroon. En daar kan je dan je ei in rollen. En dan krijgt je ei dus een soort van tie-dye patroon. Ik zie die verfkleur bijna niet. Zou dit werken? Plop. En dan rol ik hem er doorheen. Hij wil niet. En als het goed is, moet de kleur er even intrekken. Dan kan ik hem afspoelen. En dan zit het patroon op het ei. Mijn ei heeft een tijdje ingetrokken in het scheerschuim. En nu ben ik natuurlijk razend benieuwd of het gelukt is. Dus ik was even het scheerschuim eraf met een beetje water. Even lekker badderen. Oh nee. Nou. Het is nog niet denderend. Ik geloof wel dat het gelukt is. Maar volgens mij alleen met de blauw. Op zich wel leuk. Maar ik vind het wel jammer dat geel en rood helemaal niks hebben gedaan. Oh jongens, wat voor een ei moet ik nou nog maken? Weet je wat me wel echt nog heel erg vet lijkt? Ik heb nog bladgoud. Om gewoon een heel goud ei te maken. Oh, dat lijkt me heel vet. Dat ga ik doen. Ga ik eerst even mijn eitje insmeren met wat lijm. Oh, ik hoor hem wel een beetje kraken. Daar komt hij. Ik ga hem er denk ik gewoon doorheen rollen. Oh my god, ja, dit is zo vet. Oh, wauw, ja. Oh my god. Dit lijkt eigenlijk gewoon echt op een chocolade-eitje nu. Oh, maar hij is wel echt vet hoor. Ik zou natuurlijk een Louis Vuitton-ei maken. Alleen is er wederom iets misgegaan. Dit is echt vreselijk. Hij is echt helemaal gebroken. Dus die doet even niet meer mee in het verhaal. Maar gelukkig heb ik hele leuke andere eitjes ook nog gemaakt. Ik ga er touwtjes aan maken. Allereerst pak ik daarvoor een leuk draadje. Ik heb een heel leuk zilver draadje. Knip je draadje even af. En dan doe ik mijn draadje zo tegen elkaar. Je maakt eigenlijk een rondje. Daar overheen ga ik nu een beetje plakband plakken. En dat plakbandje dat draai ik er een beetje als een soort van rolletje omheen. Dan pak ik mijn eitje en dan stop ik mijn plakbandje door het gaatje heen. Op deze manier druk ik hem er helemaal in, trek ik mijn touwtjes weer aan en dan heb ik er dus een touwtje aan vastgemaakt. Dus deze is al perfect. Die kunnen we zo in de paastak gaan hangen en dat ga ik ook even bij mijn andere eitjes doen. Daar is mijn paastak. Ik kan mijn mooie eitjes erin hangen. Het voordeel ook van dat je die eieren uitblaast is dat ze zo licht zijn dat de paastakken ook gewoon super goed blijven en dat het niet allemaal naar beneden stort. Nou, dit is toch een hele fleurige paastak zo. Zoals je ziet heb ik nog wel wat eitjes over, dus ik kan rustig nog verder om de paastak nog voller te hangen. Maar ik ben even inspiratieloos. Ik heb geen idee meer. Dus mochten jullie nou hele leuke ideeën voor mij hebben, laat ze dan vooral hier even in de comment achter. Bedankt voor het kijken. Iedereen natuurlijk een zalig paasfeest dit weekend. Vergeet nou niet te abonneren. En vond je deze video nou heel erg leuk, like hem dan natuurlijk even. En volgende week ben ik er gewoon weer.